En dan zien we dat in het verleden eigenlijk het punt is gekomen dat je hier zegt dat moet ik in mezelf zoeken. Dat zit in mezelf en dat moet ik in mezelf te vinden. Dat is dat ideaal. Daar waar ik naartoe wil gaan, dat zit in mijzelf. Goed, en dat is dus in het verleden begonnen. En dan zien we 17 en 8, dus 25 is weer 7, dat dat goed geëvolueerd is. Dat is goed gegaan. En nu ligt hier die 7 die hierachter zit, die evolutie, die vult hier zelfs het plot. Die is nu helemaal in het plot terecht gekomen, is daar gematerialiseerd. En dat is in het dagelijks leven groei en ontwikkeling van wat? Van dat aspect dat erin het midden ligt, van dat gevoel. De taal is een spiegel. Een spiegel. Het is heel simpel uit te leggen als je zegt, je hebt een referentiekader met 22 bewustzijnstoestanden, laat ik het zo maar zeggen, de grote arcana. We zien dus dat ieder mens zijn eigen wezen buiten zichzelf projecteert. Dat is zijn werkelijkheid. Wanneer je nu zegt, ik zou toch eens willen weten wat mijn geestelijke situatie is, dan pak je dat referentiekader, dan trek je blindelings een aantal kaarten en door die wet van binnen en buiten zijn één, kan het niet anders of die spiegelen precies datgene wat bij jou innerlijk aan de oppervlakte ligt. En je kunt dus naar binnen kijken. En kijk, als jij een zwarte veeg op je neus hebt, dan weet je dat helemaal niet. Je ziet de mensen glimlachen en een grimas maken, maar pas als je in de spiegel kijkt, ik heb een veeg op mijn neus en dat is de spiegel van de tarot. Oké, hier staat ook recht gekeerd. Zie je dan? Ik heb vaak dat ik, als ik 's morgens opsta, dat ik eerst een kaart trek. En dat ik eerst eens ga kijken, wat brengt die dag mij vandaag? Wat betekent het voor me? En als u een slechte kaart trekt? Dan probeer ik. Dus toch, je hebt altijd de mogelijkheid. Je hebt altijd nog een vrije keus om er dan iets aan te doen. Dan zeg ik 1 plus 2 wordt 3. Dat weet iedereen, 1 en 2 is 3, maar je kunt het ook zo laten zien. Dat je zegt, goed, hier heb ik 1, dat is die rode fosfor, die doe ik op mijn duim. Hier heb ik het kaliumchloraat, dat is het ontvangende aspect. 2, dat doe ik op mijn wijsvinger. Nu breng ik die 2 samen en dat is 3. Dat is 3, dat is iets heel nieuws, iets wat er tevoren niet was. En dat is eigenlijk het wezen van de oerknal. Dat is het wezen van de verwekking van de mens, want ieder mens is zijn eigen oerknal, dat zal duidelijk zijn. En die davert zolang als je er bent. Dat is bom. Ja, want het is 1, 2, 3, hè? Schoen ontwikkeling. Geboorte alleen, dat is 6. En je hebt dus 4 wachtgegeven. Je had een andere kaart in de hele tijd. Maar je ziet een heleboel dingen wat je graag zou willen veranderen, dat het eigenlijk niet te veranderen is. Dat je dat moet accepteren. Maar wat je niet kan voorstellen. En, nou, hij heeft een enorme grote wijsheid. Die je heel vaak helpt. Ja. Maar wat is het doel in je leven? Nou, ik vind een heel belangrijk punt, dat is geluk brengen. Andere geluk brengen, maar dan moet je het wel natuurlijk eerst zelf gevonden hebben, anders kom je met lege handen. Maar dat aspect is wel het allerbelangrijkste, ja. En heeft u het geluk gevonden? Ja, dat geloof ik wel te zeggen, ja. Ja. Waar de liefde van twee zielen vraagt om erkenning, vervaagt elk aards taboe of dogma. Hoe onderscheid je nou de zin en de onzin? Een goede yogaleraar is een goede yogaleraar. En iemand die martial arts doet, die heeft ook een aantal graden of hoe het ook genoemd wordt. En alleen als je op de gebieden komt van holistische gezondheidszorg, wat bij ons een beetje een vangnaam is voor een vrij breed terrein, dan zit je soms wel op gebieden waarvan je niet helemaal zeker weet of het wat is. Ja, hele verrassende muziek eigenlijk. Oké. Wat we nu doen, we hebben die stilte na die meditatie. Uit het denken blijven. Alleen maar ervaren wat je ervaart bij die muziek. In je lichaam. Waar voel je het? Je stuit, je buik, je maag, je hartcentrum, je keel, je hoofd. Ja? Zit in je hoofd. Ga maar naar je buik toe.
Mag ik daarover iets laten zeggen? Pijn hoor ik hierin. Ja? Ja, en ik voel het heel duidelijk op mijn stuitchakra. Ja. Van pijn en verdriet over de lange weg die we moeten gaan om bij onszelf uit te komen. Heel sterk verlangen. Ja. Ja. Ik vind prachtige muziek. Ja. Ik voel me ook heel blij. Het kruinchakra. Ja. Ja, heel mooi. En als ik dit hoor, het was gisteren met die, ja, met die weg, ja, weet je, die priester, ja, met die ding. Ik weet het nu, Perzië. Ja, Perzië. En daar hoort dit bij. Ja, ja. Wat ik van mezelf vind, dat ik gevoelig ben, sensitief. Ja. En ook in die tijd dat ik me daar nog niet van bewust was, werkte ik met die gaven. Ik heb in de commercie vroeger gezeten en dat je precies daar binnen liep of dat contact maakte wat je op dat moment bijvoorbeeld een order opleverde. Je hebt een ommezwaai gemaakt in je leven. Mijn werk kwijtraken, mijn huis kwijtraken, mijn uit mijn huwelijk geraken. Een broertje die een jong aan kanker is overleden. Dit is een zusje die zelfmoord gepleegd heeft. Nou, zo kan ik nog wel een aantal keren langer doorgaan. Maar het zijn allemaal uiterlijke zaken die mij in wezen alleen aangaan. Het gaat erom, hoe ben ik daarmee omgegaan? Hoe ben ik met die pijn omgegaan? En of het nou de pijn is die je ondervindt bij kanker of ondervindt bij een echtscheiding, doet er niet zo toe. Het is jouw pijn en je moet leren die pijn te gaan begrijpen en te durven vertalen. Dus in wezen de dood in de ogen te kijken of in je eigen zwarte gaten te kijken. Daarom zeg ik ook altijd, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in licht. Ik ben alleen maar geïnteresseerd in duisternis, omdat je daar alleen maar het licht kunt brengen. In Europa is namelijk alles gebaseerd op competitie. Men kan dus namelijk dus niet het begrip harmonie. Aikido en het Oosten verstaat onder harmonie één worden van energie. Een momentopname van één worden van energie. En daarna is het direct weer het dualisme, dan moet je het weer verbreken. Want als je dus namelijk constant harmonie hebt, dan is het paradijs op de aarde. En dat hebben we dus namelijk dus niet, dus we verbreken het constant. En vandaar dus namelijk dat je het constant op de mat moet leren, 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 leren. Nou, voor de eerste keer val je helemaal te barsten, maar als je het echt helemaal goed doet, als je het goed beheerst, dan kan je verder vrije val doen. Wat? Hey. Nou, ik zie het meer als kunst eigenlijk, meer als beweging. Want kijk, je doet het niet van, kijk, dat je... Iemand stompt je. Je pakt een beet en je geeft hem een haal voor zijn hoofd. En je knalt hem gewoon weg. Het is heel zorgzaam. Je komt er goed mee om. Maar je ziet het als kunst, maar weet je wel wat het woord kunst betekent? Nee, dat nog niet. Dat kan je pas als tien, dan kan je dat een beetje begrijpen. Denk ik. Wel. Elkander vinden, er bestaat iets, is een worsteling, maar niet elkander doden. En dat niet, een worsteling en niet doden, is harmonie, zegt ze. Huh? Dat klinkt mooi. Dat klinkt mooi, maar dat passen dus Japanners dus in de praktijk toe. En vandaar dat ze de hele wereld hebben opgekocht. Ja, ja, ja.